Dames en heren, welkom bij de officiële opening van het werkplein Nieuwe Waterweg. En een bijzonder welkom heb ik uiteraard al aan de heer Aboutaleb gericht, die staatssecretaris is van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor degenen die dat toevallig nog niet wisten. Bijzonder fijn dat u vandaag in ons midden bent. 1, 2, 3. Kijkers Vloek TV, welkom bij deze uitzending. Ja, vandaag zijn we erbij, hè, bij de opening van het werkplein Nieuwe Waterweg. En staatssecretaris Aboutaleb is er ook aanwezig. Meneer, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in Schiedam. Leuk. Het is druk. We hebben allerlei ministers en staatssecretarissen. Nou, voorlopig zult u waarschijnlijk weer even de rit afsluiten. Even over zo'n werkplein. Is dat toch het fenomeen wat we in de toekomst meer gaan zien? Ja, dit is echt de basis, vind ik, van wat we nodig hebben in de toekomst. De burger heeft daar natuurlijk helemaal niets aan dat er een UWV, een CWI en een gemeente bestaat op het terrein van de arbeidsmarkttoeleiding. De burger heeft te maken met de overheid en die heeft een vraag en wil geholpen worden. En dat wij dat zo wettelijk allemaal geregeld hebben, daar is allemaal een bepaalde logica voor. Maar dat is voor de burger niet relevant. Die moet gewoon ergens kunnen binnenkomen. En die moet dus de dienstverlener die nodig heeft bij elkaar kunnen vinden. Een moeder met een kind die werk zoekt, maar kinderopvang nodig heeft en tegelijkertijd in de schulden zit. Moet aan schuldhulpverlening iets worden gedaan. Nou, dat kan hier op één plek. Ja. Dat is geweldig. U had er net in uw openingstoespraak over arbeidsmarktplanning. Wat gaan jullie met deze nieuwe regering de komende jaren doen? Zo'n arbeidsmarktbeleid, hè? Kunt u dat eenvoudig onder woorden brengen wat u de komende 4 jaar wil doen? Nou, kijk, wat wij doen in Den Haag is in ieder geval proberen goed en verstandig arbeidsmarktbeleid te voeren. Als je ziet dat bijvoorbeeld ouderen te gemakkelijk worden afgestoten van de arbeidsmarkt, dan kun je kijken van zitten er nog weeffouten in wet en regelgeving die mogelijk kunnen maken de komende jaren dat ouderen wat langer blijven doorwerken. Misschien wat aantrekkelijk maken om door te blijven werken. Daar kunnen we met fiscale instrumenten kunnen wat aan doen. We zien dat er heel veel mensen parttime werken, dat is goed. Maar misschien weet u dat de problemen in de gezondheidszorg met personeel in één klap opgelost kunnen worden als mensen die nu parttime in de zorg werken bereid zouden zijn 2 uurtjes per week bij te werken. Hè? Dan hebben we dus de vraag, kunnen wij als regering dat opplussen van die parttime uren aantrekkelijker maken? Dat zijn zaken die wij in Den Haag kunnen doen. Maar wat vooral eigenlijk lokaal kan gebeuren, dat is vele malen belangrijker. Ik heb gesproken over de inrichting van het gebied hier rondom het station. De ruimtelijke ordening. De gemeente heeft aangegeven wat hier aan activiteiten gaat gebeuren. Dat bepaalt de type werkgelegenheid. Er staat hier dus niet een fabriek, maar er staan hier kantoren. En dat bepaalt wat voor soort mensen er in die kantoren gaan werken. En hoe gek het mag klinken, indirect bepaal je dus ook de scholingsbehoeften. Want die mensen die gaan in die kantoren werken, hebben bepaalde opleidingen nodig. Die opleidingen moeten worden geleverd. Dus indirect bepaal je daarmee de inzet van de regionale opleidingscentra en de andere opleidingen, de ROC's en andere opleidingen in de regio. Kortom, je hebt een alliantie nodig op lokaal niveau van ROC's, werkgevers, gemeenten, UWV, CW en alle andere partijen om hier een gezonde werkgelegenheidsklimaat met elkaar te ontwikkelen. En de gemeente heeft daarin een cruciale rol omdat ze de grond uitgeven, omdat ze voor parkeertarieven gaan, et cetera. Dat kunnen we vanuit Den Haag niet regelen. Dus ik zie voor onszelf als regering een rol in Den Haag, maar er ligt zeker een misschien nog wel een belangrijke rol op lokaal niveau voor de wethouders sociale zaken voor de boeg. En eigenlijk heb ik al eens eerder gezegd, wat we de komende jaren echt nodig hebben, zijn sterke wethouders. U zei er net over die ROC's, die is heel typerend. U zei van ja, ROC's die zijn zo zelfstandig, die bepalen zelf waar ze voor opleiden en hoeveel mensen ze afleveren. Zij zullen ook wat u betreft wat moeten gaan inleveren en meer contact moeten zoeken met die arbeidsmarkt. Als je een alliantie sluit met anderen, kan dat per definitie alleen maar betekenen dat je bereid bent met elkaar een nieuwe evenwicht te vinden. Dat betekent dat iedereen iets van zijn ruimte moet inleveren. Onderwijsinstellingen zijn autonoom, dat is ook zo. Bij wet is dat ook zo geregeld. Maar tegelijkertijd moeten ze zich iets geregeld laten liggen aan de arbeidsmarkt in hun eigen omgeving. Ze kunnen niet die autonomie voor de 100% benutten. Dus een ROC die zegt, in de regio is er maar behoefte aan 50 kapsters. En ik ga toch 200 opleiden, want kan me zoveel schelen. Als ik mensen gediplomeerd krijg, krijg ik toch maar een bekostiging van het Rijk. Ja, die is dom bezig. En dat gaat ook niet gebeuren, want dat soort ROC's kennen we niet. Even kort heel 2 dingen nog. U zei er net van, wat u betreft mag de bijstand onder de 27 jaar afgeschaft worden. Ja, de bijstand onder de 27, voor mensen onder de 27 jaar mag worden stopgezet. Dat ga ik ook bij wet regelen en ik doe dat eerlijk gezegd ook uit overtuiging.
Omdat ik vind dat jonge mensen niet in de bijstand thuis horen. Het is eerder uit een soort bescherming van jonge mensen dat ze niet in de bijstand terechtkomen. Niet omdat ik met jonge mensen niet solidair ben. Natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn. Want je zult ook jonge moeders onder de 27 met kinderen zijn. Dus dan moeten we er uitzonderingen regelen. Maar de regel zou moeten zijn, jong van lichaam en van geest, niet in de uitkering thuis. Je leert of je studeert. Er zijn geen andere mogelijkheden. Of een combinatie van die twee. En het spreekt voor zich dat als je daarvoor kosten maakt, dat we een voorliggende voorziening maken om dat mogelijk te maken. Een beetje vergelijkbaar met studiefinanciering. Maar een uitkering, een bijstandsuitkering, wat mij betreft no way. En ik zeg ook tegen de jongeren, let op, dat doe ik uit bescherming van je eigen toekomst. Anoniem solliciteren, het allernieuwste wat we op het ogenblik hebben. Vaak blijken allochtone jongeren die solliciteren afgewezen te worden op hun achternaam. Men heeft daarvoor het anoniem solliciteren uitgevonden. Is dat een goede ontwikkeling of zegt u van ja, maar daar zitten ook natuurlijk wel haken en ogen aan? Het is een slechte ontwikkeling, het is een rampzalige ontwikkeling. Dat is struisvogelpolitiek, dat is wegduiken voor een fenomeen dat heet discriminatie. En ik vind dat dit laat zien. Dat wij gewoon wrijving hebben die we moeten oplossen met elkaar. Het is begonnen bij de gemeente Nijmegen, die op een gegeven moment voor het eigen personeel begonnen is met anoniem solliciteren. Ik vind dat een zwaktebod. Het gemeentebestuur van Nijmegen had gewoon kunnen zeggen tegen de gemeentesecretaris, je zorgt ervoor dat ons ambtenarenapparaat gemixt is. Hebben wij in Amsterdam, toen ik daar wethouder was, ook gedaan met onze eigen gemeentesecretaris. En het lukte. Dus het is een zwaktebod. Dat anderen dat ook doen, ik wijs het niet af, maar ik vind het dus een zwaktebod. En het legt bloot het feit dat er gewoon discriminatie op de arbeidsmarkt aan de orde is. En daar moeten we het over hebben. Even tenslotte, er worden steeds meer stageplaatsen gezocht voor leerlingen. Moeten steeds meer in de praktijk leren. Hoe zou u in het kort de werkgevers in Schiedam willen motiveren om toch vooral veel kinderen de gelegenheid te geven om werkervaring op te doen? Nou ja, die werkgevers moeten vooral denken aan hun eigen verleden. Zij hebben altijd een mentor gehad. Ze hebben altijd wel een plek mogen hebben waar ze wat konden prutsen. Dat hebben we allemaal gehad. En dus als je dan niet in de machtspositie bent en je niet die kinderen een kans geeft, ben je eigenlijk verkeerd bezig. En twee, denk eens aan de werkgevers in de zorg. Die klagen over gebrek aan personeel, maar stagebeleid, ho maar. Maar ja, als je de jonge mensen niet de kans geeft om bij je te komen snuffelen en te zien wat voor een vak dat is, dan wek je ook geen interesse om mensen ook uiteindelijk in die sector werkzaam te doen zijn. Het mes snijdt aan twee kanten. De kinderen krijgen de kans om gediplomeerd te geraken en bedrijven krijgen de kans dat jonge mensen kennis kunnen maken met een toekomstige werkgever. Dus ik zou zeggen, werkgevers, let op je zaak.